Hey, hallo, dat zag ik. Je zegt, oh, vuurwapen. Aanrijding, letsel, persoon is doorgereden. Hoge snelheid, zeer hoge snelheid, tegenverkeer in. Hallo politie, ja, uitstappen allemaal, hier komen. Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSP Duval en more. Ik ben er niet dienst begonnen of ik heb een schotwond op mijn arm. Ik heb een god geen idee hoe en dat valt me nu ook pas op. Zo, we zijn weer helemaal klaar ervoor. Vandaag op de motor en dat is op de zware motor. De laatste keer met de motor was een weekje of 2-3 terug en dat was met de lichte motor. Dus de cross motor, zoals voor sommigen is dat wat handiger. En dit is een grote zware motor. Sneller dan de cross motor en ja, voor de rest geen verschil. Blauw doet het, de zon gaat daar lekker onder. K is niks en oranje doet het. Nou goed, let's go. Meldingen staan aan, oftewel ingemeld voor de C. En zoals sommigen van jullie wel weten, kan ik niet echt heel goed overweg met de motor en daarmee bedoel ik tot ik al lang of al snel heel te hard ga, veel te hard ga rijden, omdat die ook zo snel rijdt gewoon. Het is een beetje gas, maar eigenlijk is het toch al best snel voor een motor. Nou, het voordeel van de motor is dat we makkelijker door door plekken kunnen waar je met de auto niet doorheen kan. Nu kun je hier nog wel met de auto doorheen, maar ja, je zult toch merken. Met de motor kun je makkelijker tussen twee auto's door of zo. Hier zag ik een motor rijden. Best wel erg hard. Dacht ik tot ik hem snel voorbij zag komen. Kenteken 36 op het einde. Ja, dat klopt. Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 8, 4, vol. Nou, de motor daar rechts, die gaat meer aandacht vragen. Maar waarom? Dat is de vraag. Daar gaat iets mee zijn. Ik weet niet hoe laat het is als een politieagent omdraait. Ik moet toch zeggen, motoragenten controleren ook veel motors. Of hebben toch meer, interesse om het maar even te zeggen in andere motors. Ik ga hier even een controle doen bij de meneer. Omdat hij toch zijn kleding. Ik kan hem niks maken, ik kan hem alleen aanraden dat het erg onverstandig is. Maar er is geen wet of iets die mij zegt dat ik hem nu een bekeuring mag geven voor het niet hebben van motorkleding. Jullie mogen mij in de comments vertellen als het niet zo is. Bedankt meneer. Hey. We gaan even naar die... Ah nee, dat was niet de vraag. Charles. Dus heb jij een motorrijbewijs? Want als ik even ga kijken, ben jij... Nou, je bent wel 18. Kan dat vanaf 18 voor zo'n motor? Ik weet niet, is het... Ik heb echt geen idee wat met motors. Ik wou, is het 125cc, maar dat is geloof ik best wel erg langzaam, hè? Of niet? Ik heb echt geen idee. Ik heb ook geen idee wat scooters zijn. Ik weet alleen dat je geloof ik... niet altijd op een motor mag rijden als je uit 1999 bent. Nou, ik kan wel uit 1999 zijn aan zijn uiterlijk. Ja, voor de rest kan ik hem niks. Slippers en ja. Jongen, ik geef je mee als je valt. Dan ben je echt de lul. Maar je mag je weg vervolgen, maar doe het alsjeblieft niet. Want het is, we vinden gewoon genoeg mensen met, of dat zeggen de agenten bij wegmisbruikers altijd, hè, van, we zien er genoeg die wel. Of met open benen en schaafwonden waar je u tegen zegt en zo. Ik heb het gevoel, zoals je ziet, dat ergens nog iets aanstaat. Nu niet meer. Zo. Daar komt het. Ja, wat. We gaan even meehelpen bij een achtervolging. Ik wist ook helemaal niet dat motors van de politie een versneller hadden. Of ja, ik wist het inmiddels wel, want ik heb het jullie al een paar keer nu gezegd, maar ik vind het toch
ja, ik gebruik het eigenlijk niet zo. Ik gebruik het eigenlijk niet bij een motor, want dat vind ik toch niet echt passen. Omdat ik ze zelf nooit echt zie met of hoor met versnellen. Ik heb sowieso echt bijna nog nooit een motoragent of een motor politiemotor met spoed zien rijden. Laat staan dan met een sirene. Die zie ik echt bijna nooit. Vrij, oké. Oké, verdachte is ontsnapt. Dat betekent dat we onze gewone weg weer gaan vervolgen. Dat kan raar zijn voor de mensen als ze opeens met spoed worden ingehaald en vervolgens rijdt de motor gewoon weer verder alsof er niks aan de hand is. Ja, dat kan. Voor mij, ik moest een flink stuk omrijden. Wat is dat een taak? Achteraf was het voor mij 100 meter geweest, want ik vertrok daarachter. Maar ja, ik weet niet tot hij zo een rondje rijdt om hier uit te komen. Dat kan ik niet weten. Dus volgende keer beter. Daar zit toch echt geen logica in, hè? Ik laat hem nu maar even. Dan ga ik hem meteen eruit. Maar daar zit toch geen logica in. Dat is twee voor rechtdoor. En vervolgens als je samen rechtdoor gaat, dan word je afgesneden omdat er maar één baan is aan de overkant. Dat is toch raar, hè? Hey, hallo, dat zag ik. Stoppen. Dat is verlaten plaats ongeval, daar word je voor aangehouden. Uitstappen. Sleutels hier. Hier ermee. Goed. Je gaat nergens heen, je gaat uitstappen, je bent aangehouden. Verlaten plaats ongeval. En ze ligt er nog steeds, dus ze zal gewond zijn. Staan blijven zeg ik. Hier komen. Ik heb jou al vaker aangehouden, ik ken zijn uiterlijk. Goed. Even kijken of ze nog ligt of dat ze is weggespand. Nee, ze ligt er nog. Ze gaan met spoed ambulance plaatsen. Iemand aangereden, niet aanspreekbaar. Dat is verhoord. En een update voor de melding hier. Eén iemand aangehouden voor een verlaten plaats ongeval. Goed, ambulance onderweg. Verdachte wordt naar het bureau gebracht. Zijn auto is al weggespand. Dat scheelt mij toch wat... takelwerk. Ambu is aanrijdend. Even kijken, hè. Ik zet hem even zo neer. Dat ze een beetje eromheen moeten rijden. Goed, we wachten even op de ambu. Een bericht voor alle wagen. Een bericht voor alle wagen. Ja, daar kan ook niks mee. Dan moet je iemand anders naartoe sturen. Del Perro Freeway. Op de snelweg wordt iemand overvallen. Ik hoor iets aankomen. Hoi, hier langs. Daar wordt geschoten. Ik kan er nog steeds niks doen. Sorry, ik heb hier een andere melding. Citizens report a disturbance. Daar gaan we zo meteen even kijken, OC. Melding is los, oké. Goed. Hier wordt dus letterlijk nu achter elkaar aangerend over de snelweg en geschoten. Ja, ik kan niks. Hoe vervelend het ook is, maar ik ben hier gewoon even druk bezig met een aanrijding. Mogelijk dodelijk. Wordt gereanimeerd. Ja, daar wordt geschoten. Witte bolletjes zullen zo. Ik denk tot de ene van de twee. Oh nee, toch niet. Ik dacht even tot de ene van de twee met volle snelheid was weggereden. Maar ja, mevrouw leeft. Mevrouw heeft het overleefd, de aanrijding.
Dat betekent dat met spoed waarschijnlijk zal worden overgebracht naar het ziekenhuis. Dat weet ik eigenlijk wel zeker, want ze is gereanimeerd op basis van of na een aanrijding. Dus niet na een hartstilstand, maar gewoon zo hard aangereden tot ze eigenlijk daardoor de hart ermee stopte. En dat is heftig. Vaak overleven de mensen dat ook niet. Op het moment dat zij in de ambu zit en de ambu zijn sirenes aanzet, ga ik nog even snel de snelweg op om daar te kijken wat daar in godsnaam aan de hand was. Nee, dat ga ik nu doen. Ik geloof het wel. Deze melding is ten einde. Goed werk. Kan ik hier omlaag? Zou ik dat kunnen maken? Ik maak het gewoon. Gaten houden. Of hier iemand loopt. Of ligt of staat. Hier zijn... Oh, vuurwapen. Politie, handen laten zien. Wapen laten vallen. Laten vallen, loslaten. Zo, die was vol. Dat was niet de bedoeling, maar wel veilig. Zijn we geraakt? Nee, niet geraakt. Mensen allemaal even stoppen. Voertuig stoppen. Heel goed, ze gaan allemaal aan de kant. Ze zien mij hier staan. Ik wil wel met spoed. 1 netje erbij voor wegafzetting. 1202 OC. En een ambu wederom. Ik ga snel mijn motor pakken, blauw aanzetten en hier de wegafzetting verzorgen. Altijd in de richting waar je het verkeer naartoe wilt hebben. Je ziet de pijl rechtdoor, dus ze willen niet de snelweg af, ze willen hier gewoon rechtdoor. Ik denk dat je de strepen in die richting zet naar voren. Ambu is aanrijdend. Dat je dus het verkeer daar naartoe leidt, al snapt niet iedereen dat, zoals deze vrachtwagen, en wordt er een klein chaosje. Maar goed, maakt niet uit, ambu's onderweg, wij gaan even moeten wachten, maar ja, we kunnen er ook laten liggen en dan is het weer onrealistisch, dus wat ik wel ga doen, maar deze zal het niet overleven, want ja, die heb ik vol in het hoofd geschoten, is zometeen even deze weg volgen, dus de snelweg. Want ze rende toch achter iemand aan en ze schoot op iemand. Dus misschien loopt hij hier nog ergens op de snelweg. Ja, de eerste beste persoon die we lopen op de snelweg aantreffen zal gegarandeerd iets te maken hebben met deze melding. Want ja, het is niet dagelijks als je iemand op de snelweg tegenkomt die loopt. Deze melding is ten einde. Goed werk. Zo, begrafenisondernemer komt ook. Gelukkig zijn die altijd snel hier. En dan is het opgelost. Zo. Ik had nog een mod gekregen van iemand. Dat je niet meer zo'n plastic zak krijgt als deze. Die je nu ziet. Maar echt een brancard met een lijkzak. Dat is wel vet, maar ja, die heb ik nog niet erin gezet. Moet nog even naar kijken. Maar dat wordt dan allemaal geregeld. Is het dezelfde weer die we net zagen? Hoe heet die ook alweer? Die ik op zijn hart heb gedrukt tot hij normaal moet doen. Dus de Nemesis... Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens? Ik ga het volgende kenteken voor u nadrukken. 8, 3, 4 kilo, Lima, 6, 8, 5. No, 1099. Charles Anderson. Nee, dat was hem niet, hè. Goed, we hebben een pre-wait melding. Dus het is voorrang. Aanrijding, letsel, persoon is doorgereden. De dader is doorgereden. Ik heb zicht op de verdachte. 1, Adam, 12. Dat is verhoord. Ambulance is onderweg. Die hoor ik. Hallo, kunnen we vertellen wat is gebeurd? Oké, dankjewel. Ambu is bijna ter plaatse, hopelijk rijdt hij niet op de snelweg, maar ah nee, daar komt hij.
De ambulance gaat het slachtoffer meenemen en wij gaan hier naartoe kijken of we de verdachte kunnen aantreffen. Wij gaan hier naartoe kijken of we de verdachte kunnen aantreffen en dat wordt een lange rit. En dan gaan we heen door middel van een vrijstelling, dus wat sneller dan mag en wat meer door rood dan mag. Audi 826, dit is hem. 12 door NOC, ik heb zicht op Audi de Audi RS4. Dat is niet mooi. Hij lijkt te stoppen. Goed, dat hebben we flinke schade voor. En het raam is er helemaal uit. Goed, hallo meneer. Hi. We rijden een ID zien, rijbewijs bedoel ik daarmee. ID kan wel, maar ik wil liever een rijbewijs zodat ik weet of u die heeft. En die heeft u niet, want die is ingevorderd door ons. U mag in ieder geval even uitstappen. Ik ben aangehouden voor verlaten plaatsongeval. Daarbij zal zware mishandeling bij komen, want de persoon was ernstig gewond. Dan wel dood. We gaan naar het bureau, het voertuig nemen we mee, die kan sowieso niet echt veilig verder rijden op deze manier. En rijden met een ingevorderd rijbewijs komt er ook nog bij. Dat is verhoord. Volgt hier in eerste instantie bericht voor alle wagens, we are code 4. Er zijn geen eenheden meer nodig. Bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Stolen voertuig. En die rijdt hier recht op mij af. Die gaat er vandoor. Oké. Ah, dat kunnen we niet doen. Nee, oh shit, verkeerde keuze. Hier moet ik op. Ik ga niet tegen het verkeer in volgen, zeker niet met een motor. Dus dan ga ik met het verkeer mee. En dan volgen. Hij gaat er in ieder geval wel vandoor. Hoge snelheid, zeer hoge snelheid. Tegen het verkeer in. Eenheidjes erbij. Rijdt alsjeblieft prio 1. Hij gaat er te voet vandoor, C. Wel even hier tegen het verkeer in. Als dat maar goed gaat, niet helemaal. Stoppen. Staan blijven. En aangehouden. Gevaarlijk rijgedrag. Rijden in een gestolen voertuig. Diefstal van een voertuig. Negeren stopteken. Ja, dat is alleen. Rijd even mee. Oh. We hebben een verdacht voertuig hier, een MIL 46EEK572, daar zou er mogelijk hoe noem je dat, vluchtelingen achterin mee reizen.
En dat mag niet, hè. We gaan even goed luisteren en observeren of de bestuurder zich ervan bewust is. En zo wel, dan wordt hij aangehouden voor smokkel, mensensmokkel. En zo niet, dan worden alleen de vluchtelingen aangehouden. 03, dat is een busje, vrachtwagen met een laadbak achterop. Ik weet niet wat daarmee is, maar goed. We wachten weer even tot we een beter beeld hebben van waar de verdachte zich bevindt. Of waar de vrachtwagen zich bevindt. We have a traffic alert in downtown Vinewood. Links niks. Daarachter. Rechts vrij. We have a traffic alert. Ja, een zicht door een C. Oh, gaat er vandoor, denk ik. Ja, gaat er mogelijk vandoor. Ik wil rechts langs. Nou, links langs. Dispatch, suspect located. Moving to engage. Goed, ik heb een stopteken gegeven. Hij is tot stilstand gekomen, of zij... hier is een mooie hei. Goed, hier is een mooie parkeerplaats ofzo. Als ik hem zo naar binnen leid tot hij mee kan rijden. Oh, knal ik zelf ergens op. Goed, dan kan hij in ieder geval geen kant op. Zullen we daar eens mee beginnen? Goed. Zo meneer, hallo. Hallo. Wij hebben de sleutels van een voertuig. Dankjewel. Goed meneer, ben u wel mee bekend dat mogelijk mensen... Ik hoor iets. Achterin meereizen. We vragen de rijbewijs van u alvast. Die hou ik even bij me. Herbert Tolland. Goed, oké. Hallo politie. Ja, uitstappen allemaal. Hier komen... Ja, daar. Allemaal staan blijven, handen waar ik ze kan zien. Die zijn allemaal aangehouden. Goed, die eigenaar die heeft er duidelijk niks mee te maken, is erg geschrokken. Ik zeg graag innetjes erbij, want ik kan zoveel handboeien heb ik niet. Nu maakt dat verder niks uit, want ik kan gewoon blijven arresteren. Maar normaal gesproken heb ik niet oneindig handboeien. Heb je er maar één paar. De bestuurder werkt mee. Netjes. Nou, kamer, graag transportje voor allen. 12.05, ik ben onderweg. Oh, blijf wel even staan, hè. Dat is verhoord. Blijf wel even wachten. Ik wil hier even een verklaring en zo gaan afnemen. Oké, okay, guys, listen up. You are all arrested and you go to the police station. Thank you. Nou, dat was in mijn beste Engels even uitgelegd. Lekker bezig, collega's. Dat ze zijn aangehouden, want het zijn natuurlijk illegale mensen. Dus die zullen geen Nederlands spreken, want dan zijn ze al lang in Nederland. Als ze dat taaltje beheersen, dan zijn ze van Curaçao of zo komen. Maar, duidelijk gemaakt, 4 aanhoudingen, 4 illegale immigranten, oftewel vluchtelingen, in de achterkant van een vrachtwagen aangetroffen. Dat kan op de voorpagina van de Telegraaf, van NOS, van weet ik veel welke krant en welke nieuws er allemaal. Maar goed.
Oké, meneer, even het volgende. Ik begrijp dat u er niet veel van af is. Het kan zijn gebeurd op een op weg hier naartoe. Dat is ja, ik weet niet of u via Calais of zoiets zit. Daar geloof ik veel achterin klommen terwijl u was aan het slapen of iets. Ja, wat is het? Ik heb het nog nooit meegemaakt, ik heb nog nooit gehoord wat de politie ermee doet. Kan ik een verklaring? Ik wil graag even een verklaring bij u opnemen. Opluggen, dat is hetzelfde. Oké, ja, maar is uit. Goed meneer, mogen we weg vervolgen. U gaat geen keuring voor mij krijgen, ik heb uw gegevens. Was verder alles in orde. Zullen de deuren dicht doen. De sleutels heeft hij terug. Zo, alles is dicht. U mag uw weg vervolgen. Moet ik misschien de sleutels teruggeven? Alsjeblieft. Oké, mensen, ik ga iedereen bedanken voor het kijken. Dat jullie een hele vette video vonden. Of in ieder geval leuk. Mooie motor. Shout out aan Team Emma. Dat hadden we niet gedaan. En ik zou zeggen, tot de volgende over 2 dagen. Zoals altijd. Au, dankjewel. Doei.